Ik kan mij niet vertellen dat dit een match als een ander is. Nee, nee, dat no way. Niet. Voilà, nog even de twee elftallen, Gert. We hebben ze daarnet al aangegeven, nog één keer. Ja, waarom ging hij liggen? Vraag ik mij af. Want daar was niet echt reden toe. Had een doelkans. Lambrechts meteen. Zeer duidelijk. Jansen nu. En 1-0. Geen buitenspel. 1-0. Vincent Jansen. Na 14 minuten. Even discussie aan de overkant. Nu bij scheidsrechter Lambrechts. Want daar is al de goal. Die Antwerp mogelijk op weg zet naar de titel. We gaan wel kijken. Ja, het is Erik Lambrechts. Op het randje, dat is logisch. Die fase nog te bekijken, maar dan moet het binnen de 16 zijn. Want anders komt de VAR niet geen tussen. Hier net niet. Ah, mooi afgewerkt van Vincent Jansen. Nummer 18 in de Super Air Pro League. En te veel ruimte. Goed doorgelopen van Stenks. Goeie tik in één tijd. Alles en ook die afwerking. Ja. Mooie goal. Een 100% Nederlandse combinatie. Oranje boven in deze aanval. Ekkelenkamp, Stenks en hier Vincent Jansen. Er wordt nog... Morris. Een slecht moment om dat te doen. Moeja, Jansen, Stenks en erover. Dat valt mee voor Union. Dat was het moment voor Antwerp. Oh, vlak voor de rust. Te hevig. Het gaat van kwaad naar erger met Union. Wat nu overkomen. Inkomen met een gestrekt been. Geen bal op de Achillespees van Ekkelenkamp. Of zelfs net daarboven nog. Het is een terechte uitsluiting. Ja. En dat was ook kort. Balikwisha. Moeja gaat een keer trappen. Eigenlijk nog eens een doelpoging. Het is volgens mij de eerste van de tweede. Het is de eerste, ja. 15 overwinningen in 19 competitiewedstrijden thuis. Een 16e is in de maak. Dat betekent de titel. Lazare. Dat kon nog gevaarlijk zijn. En daar hebben we dan het inspelen op Stenks. Nilsson voor Lazare. Nilsson, nee. En nu Puertas. Krijgt hij hem nog ergens? Puertas, strafbal, wijkt af en dat gaat erin. Daar hebben we het al. Het is de gelijkmaker voor Union. Met wat meeval natuurlijk, maar kijk wat Antwerp niet deed. Een schande is het. Ineens zijn daar stewards van Antwerp bij de bank van Union. Dat zagen we ook al tegen Racing Genk. Wij kijken wel naar het doelpunt nu, Gert. Ongelooflijke pech. Ja, de voet van Vermeer. Nee, daar moet iets aan gedaan worden. Die hebben daar niets te zoeken. Mensen van Union hebben gevierd. Mag het even. Hier afgeblokt. En dan in tweede instantie wil hij nog eens afblokken. Raakt hij hem ongelukkig Vermeer dan met de voedsel. Hier zijn blok. En dan nog eens terug vertrekken. Terug aanzetten. En nog eens tackelen. In zijn ijver om het te voorkomen. Ja, maar goed. Zo gebeurde het ook tegen Club Brugge. Stenks gooit hem. Het achterhoofd van Sykes overgenomen. Dan van Norris nog. Avila. En nog een corner voor Antwerp. Ja, die zou gepast hebben. Hè? Met de Bos los de Winkelhaak in. Maar Maurice stak er een hand tegen. Hij was al vertrokken en moest dan nog even blijven hangen om hem erover te duwen. Nu de corner van de laatste kans misschien wel. Daar komt hij. En Maurice belaagt toch en een vrije trap inderdaad. Ze springen hem met twee omver. Gaat dan ook nog eens liggen natuurlijk. En het is het einde van de wedstrijd. Het is het einde van de wedstrijd. We'll be right back.